Goedemorgen, het is vandaag woensdag en ik ben vandaag jarig. Scorpio season has started, jongens. Wat doe jij hier, Dino? Ja, ik heb er echt veel zin in. Ik ga vandaag eens vieren met Nessie en morgen ga ik het vieren met vriendinnen. Dus ik ga helemaal stuk om Dino. Oh, ik heb er best wel zin in. Ik ben vandaag vroeg opgezet. Ik kon niet zo goed slapen. En ik heb zo'n afspraak om mijn wimpers bij te vullen voor mijn verjaardag. Want dat wil ik even goed hebben. En ik ga dus 2 dagen lang vieren. En de derde dag. Zaterdag is een event. Dus dan heb ik ook gelijk mooie wimpers. Dus ik ga nu mijn wimpers bijvullen. En dat is het. Ik ga me eerst even omkleden, want ik heb nog mijn badjas aan. En dan ga ik richting Fabulousjes. Zo, ik zie eruit. Ik heb bronzer opgedaan. Tenminste, van die zelfbruin op mijn lichaam. Maar kijk één keer het verschil tussen mijn lichaam en mijn gezicht. Ik ga snel make-up opdoen. Ik heb gisteren trouwens dit gekregen. Kijk hoe cute. Het zijn gouden roosjes en die kunnen zo'n 3 jaar mee. Ze zien er echt zo mooi uit. Oh, ik hou hiervan. En het is van Saint Blue Roses. Die kan je ook vinden op Instagram. Ik vind het echt zo cute. Ik heb even omgekleed. Dus mijn outfit. Ik heb een joggingbroekje aan. En een truitje erboven. Gewoon lekker simpel. Het is gewoon fijn als mijn wimpers aan het doen zijn. Dat ik gewoon makkelijke kleurtjes aan heb. Wacht, deze lukt natuurlijk ook eruit. En het is echt zo fucking koud. Niet normaal. Maar ik heb mijn outfit aan. Ja, mag ik 1 grote cappuccino alsjeblieft? Ja, dat was hem. Ja, dankjewel. Ik ben nu bij de McDonald's en ik heb even een cappuccino gehaald. Want ik heb nog even 7 minuten de tijd en ik had wel zin in een koffie. Yes, ik heb mijn cappuccino en een koffie. Hier is echt zo lekker. Het is gewoon echt mijn favo. Oh mijn god, ik heb eindelijk parkeerplek gevonden. Kijk, is mijn... Ja, ik kan maar zoveel staan hier. Oh, het duurde zo lang. Ik heb echt 5 rondjes of zo gereden om de hele wijk heen. Maar ik heb dus een parkeerplek. Kijk, daar heb ik alles. Sleutel. Tas. En hier is het niet betaald parkeren volgens mij. Nee. Ik ben inmiddels bij Fabulousjes en vandaag gaat Danica mijn wimpers doen. Want yeah. Nadia is in Turkije. Ja, maar echt zo spannend. Mag ik vertellen? Ja, vertel maar. Ja, Nadia gaat dus een nursejob doen. Dus dat is haar 2e keer, toch? Ja, zij 2e keer, ja. Dus ik ben echt benieuwd hoe het eruit gaat zien. Ik ben ook benieuwd hoe het eruit gaat zien. Heel erg benieuwd. Ja. Maar ik denk echt dat het heel erg mooi gaat worden. Op zich heeft ze al best wel een mooi neusje, vind ik. Ik vind het ook niet echt mooi, maar je weet toch heel veel perfectie gaat. Ja. Dus Tanita ging net Nadia appen met welke lengte ik moet hebben. Wat ik normaal zeg maar doe. Ze zegt ze gewoon tegen haar, gewoon veel te lang. De langste maar echt veel te lang. Ja. En Nadia vindt het volgens mij echt super lelijk gewoon. Nee, maar we gaan het mooi maken. Ja. Komt goed. Ik heb tegen haar gezegd dat ik deze 3 dagen gewoon goed eruit wil zien. Daarna maakt het mij niet meer uit. Daarna mag het weer. Ja. Als ik maar nu niet zo heel vol zit. Nee, maar het gaat mooi zijn. Maar mijn wimpers zien er nu echt niet uit. Ja, wat heb je gedaan? Heb je ze opgegeten? Nee, ik doe er echt niks meer. Weet je dat? Maar ik heb het volgens mij altijd gehad met mijn wimpers. Ja. Oké, dat is wel goed. Ja. Ik weet niet wat het is met mijn wimpers. Ik ga zo even kijken. Ja, maar ze zijn ook wel lang, hè? Zo, ik zie er niet uit. Ik heb mijn wimpers gedaan. Ik ben er echt zo blij mee. Tanita heeft ze echt zo mooi gedaan. Echt perfect voor mijn verjaardag. Ik ben er echt blij mee. Dankjewel. Je bent een toppetje. Ik heb net dus een paniekaanval gehad toen ze mijn wimpers aan het doen was. Ik heb de laatste tijd echt heel erg veel last van. Tenminste, de laatste half jaar heb ik daar heel erg veel last van. Als iemand zeg maar in mijn... Ja, niet in mijn aura, dat wil ik niet zeggen. Als iemand zeg maar te dicht op mij zit, zoals de tandarts, ortho, of dus de wimperstylisten, krijg ik dus last van een paniekaanval. En ik heb het niet altijd, maar ik had het dus vandaag weer. Ik ben inmiddels thuis en ik heb me even weer opnieuw opgemaakt, zo ik lekker heel wit. En mijn haren gedaan. En ik ben echt zo blij met mijn wimpers. Ze heeft ze echt zo mooi gedaan. Gewoon maar natuurlijk, niet te overdreven. Ik ben er echt blij mee. En ik heb mijn nieuwe blazer aan. Ik heb laatst dus echt heel veel geshopt.
Dus ik dacht, ik ga nu tussendoor gewoon even een shopvlog opnemen. Want dat heb ik ook heel lang niet gedaan. En ik heb echt heel veel leuke dingen gehaald. Dus ik wil het graag delen met jullie. Dus dat is wat ik nu ga doen, denk ik. Ik ga even nu alles klaarzetten. En dan ga ik hier opnemen zo. Wat een troep. Ik heb net een shopvlog opgenomen. En deze kat. Wat ben jij maar aan het doen? Gaat in al mijn tassen gewoon. Kom eens eruit. Waar ben jij? Dat vind ik heel eng. Kom eruit. Kom eruit. Ja, het was eigenlijk wel leuk om een shopvlog op te nemen na zo'n lange tijd. Ik heb nu wel echt heel veel troep gemaakt hier. Maar ik ga het allemaal nu even opruimen. En dan ga ik denk ik even douchen. En dan ga ik even wachten tot Nessim thuis is. Hij belde mij net. En hij vroeg mij, wat ben jij aan het doen? Kom maar uit. En hij vroeg me wat ik aan het doen was. Oh, 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 kom eens eruit. Oh, dat vind ik eng. Oh, poepie. Wat heb je nou gedaan? Gaat het goed? Wat vind je zo? Zo, Dinari is vrij. Nessim belde mij dus net om te vragen wat ik aan het doen was. Nou, hij is nu bij de Bijenkorf. Hij was iets aan het regelen voor mij. Echt leuk. Ik heb er echt zin in vandaag. Ik ben echt benieuwd wat we gaan doen. Nou ja, ik weet eigenlijk al wat we gaan doen. Hij is nu eigenlijk een auto aan het fixen voor een week voor ons. Want Nessim's auto is bij de garage. En hij wil heel graag een leuke auto voor mijn verjaardag. Dus dat is wel lief. En vanavond gaan wij dus uit eten. Ik besef me dus nu pas dat ik helemaal geen outfit heb. Tenminste, ik heb wel een... Ik heb heel veel outfits. Want ik heb heel veel geshopt de afgelopen tijd. Maar dat ik niet echt een outfit heb voor mijn verjaardag. Dus ik ga even een outfit uitzoeken. En ik moet om 5:30 klaarstaan voor Nessim. Want dan gaan we weg, zei hij. Ik heb dus laatst bij Pretty Little Thing besteld. En ik zie nu pas dat in het tasje dit erbij zat. Hey, niet met elkaar vechten. En het is een sample van hun brow gel. Echt leuk, man. Ik merk het nu pas op na 2 weken. Ik ga helemaal stuk. Het ziet er wel cute uit. Nou, gaan we gelijk gebruiken. Had ik toch nodig. Ik ga dit in mijn tas doen, want ik heb gewoon wenkbrauwen die alle kanten op staan. Vet handig. Ik ben nu dus even aan het kijken wat ik aan ga doen. Ik vind deze outfit echt heel erg mooi. Ik weet alleen niet of het echt een verjaardagsoutfit is. Een beetje te stoer. I don't know. Oh jongens, het is echt zo koud. Ik heb even mijn badjas aangedaan. Want ik heb net een app gekregen van mijn vriendin. Ja, met de vraag of ik mijn brievenbus al heb gecheckt. Maar dat heb ik vandaag niet gedaan. Dus dat ga ik checken. Echt leuk. Ik ben benieuwd wat ik dan binnen heb. Ik denk dat ik een kaartje of zo heb gekregen. Zo cute. Maar het is echt fucking koud. Oh, ik ga helemaal stuk. Oké, dit cadeautje. Wat hierin zit, is echt van een heel oude vriendin van mij. Nou, een oude vriendin. Het is eigenlijk de enige vriendin die ik echt nog van vroeger ken. En waar ik nog steeds gewoon dagelijks mee praat. En zij is gewoon echt de allerliefste. En ze heet Neda. Ik noem haar naam nooit in de vlog. Ze houdt niet van camera's. Dus zwaar undercover. Maar dit is echt mijn schatje. En het is echt onze humor. Kijk, één keer wat ze mij heeft gestuurd. Zo cute. En heeft ze dus erop gezet. Welkom to the Granny Club. Ik wens je een fijne 25ste verjaardag. Neda, I love you a lot. Ik hou echt van jou. Carrot cake. Ik heb carrot cake gekregen. Met een kaarsje erbij. Dit is zo cute. Echt waar. Het is echt zo cute. Oké, Nessim is inmiddels thuis. En dit is mijn outfit geworden. Gewoon best wel casual. Maar ik vind het leuk. Nou jongens, dit is onze auto voor een week. Hoe cool is dit? Ja. Hi Nes. Hey. Even vanuit de andere kant. Hij was mij net aan het filmen. In de kofferbak zit jouw cadeau eigenlijk. Hè? Echt? Ja. Oh, ik vind het wel echt heel zielig. Nessim is vandaag naar Amsterdam gegaan. Heel veel moeite gedaan. Hij heeft deze auto opgehaald voor een weekje. Zo, camera. Oh, even focussen. Oh, wat stoer dat je het allemaal kan zien. En hij heeft daarna een auto voor me gehaald. Een cadeautje voor me gehaald. En toen is hij dus echt
urenlang in de file. Ja, 2 uur heb ik erover gedaan voor Amsterdam. 2 uur? Dat is echt vet lang, man. Nou ja, wij gaan nu uit eten. Mag ik nou weten waar wij nu gaan eten of nog niet? Straks. Straks pas. Gordel om, jongens. Oh, dit is wel... Jeep heeft wel echt een handig ding voor om te vloggen. Ja? Ik zeg, haal een Jeep. Ja. Ja. Ik ben helemaal overtuigd dat je een Jeep moet halen. Kijk dan. Ja, dat is wel goed. Geen enkele auto heeft dit. Het is nog platter, hè? Hier. Hij heeft navigatie aan en wij gaan allebei dood van de honger. Kijk eens hier. 1 uur rijden. Hè? Maar waar zelf, gaan wij heen? Maar besef hoe laat je gaat eten. Je moet nog bestellen. Nee. Ja, oké, Nes, ik vind dat je nu moet zeggen waar we naartoe gaan. Ik ben nu hier. Al? Ja, wanneer wil je het dan zeggen? Ziet het nog een uur rijden, man. Ja, ik kan niet tegen verrassingen. Hey, trouwens, shout out naar iedereen op jouw kanaal die de video leuk vond, man. Ik heb heel veel leuke reacties gelezen. Oh ja, die vinden koekjes. Die vinden ze echt leuk. Ze vinden het zo leuk als wij dat soort dingen samen doen. Ja. Maar ik zat tegen Nes te zeggen van laten we gewoon wekelijks zeg maar iets erop zetten. Maar je moet wel even die, zeg maar, thuis even organiseren, weet je. Ja. Dat ik gewoon hoef te komen en gewoon hoef te koken. Dat je alleen maar komt en dan meedoet, zeg maar. Ja, toch? Maar wat denk je dat je cadeau is? Ik denk dat ik schoenen krijg. Hmm. Weet je waarom? Waarom? Omdat je gisteren vroeg welke kleur schoenen ik wil. Ja. Dus toen zei ik, ja, zwart. Dus ik ben benieuwd wat je mij gaat geven. Ja. Maar hoe dan ook, hij is helemaal naar de bijenkorf gegaan. Hij heeft me gevraagd wat voor schoenen ik wil. Ik ben nu al blij. Ja, maar dit is kut. Want dan ik ben teleurgesteld dat het geen schoenen zijn. En dat maakt echt niet uit. Ik ben echt blij. Ik vind het echt zo lief wat je allemaal aan het doen bent vandaag voor mij. Dankjewel. Zo heel veel moeite. Vind ik gewoon leuk. En waar heb je zin in om te eten? Maar waar heb je echt zin in? Waar ik echt zin in heb? Ik heb op zich wel zin in sushi. Ja. Ik heb ook wel zin in Arabisch eten. Wow, ik ga je weer teleurstellen dan denk ik hoor. Dit is het echt niet. Het is wel kut, want ik heb er niet aan gedacht, man. Ik denk daar nu aan. Ik had ook de vorige keer waren we in Amsterdam en toen kwamen we dus langs een Libanees restaurant. En toen zei ik van, oh, ik wil daar zo graag eten. Ik dacht dat we daarheen gingen. Nee. Ik denk daar nu aan, maar... Alla, nu krijg ik schot van me, alla. Nee. Maar, ja, maar daarom zeg ik, zeg gewoon. Dit is het niet. Weet je dat ik echt nu al zeg? Geef me tips dan, op zijn minst. Of, hint. Oké, het is wel een populaire plek. Ja, je hebt Sushi Samba. Ik ken die niet eens. Nee, ik hoop dat je het echt Amsterdam. Lekker. Mama Kelly. Nee. Wat heb je dan? Je hebt ook die Italiaan. Heb je ook. Ik ken die namen niet, hoor. Julia's Pasta. Ik weet volgens mij over welke jij het hebt. Wat dan? Waar alle kleine en zo ook nee. Waar? Leuk. Ik denk dat Okura net boven mijn prijsklasse is. Ja, maar ik weet het niet meer. Dat is zo heel overdreven. Nee, het is dingen. Dingen? Wat doe je nou alsof we naar de McDonald's gaan of zo elke keer? Die is wel leuk, maar gewoon met nieuwe waggy naar de McDrive. Die is wel leuk. Maar? Nee, het is in Amsterdam. Ja? Ik kwam er vandaag achter dat je hem ook in Rotterdam had. Dat wist ik niet. Is dat een loetje? Nee. Harbor Club? Ja. Die heb je in Rotterdam al. Ja, dat wist ik niet. Ik was een Mongool alleen in Amsterdam gereserveerd. Zo schattig! Dat is zo leuk. Het is onze eerste keer trouwens. Is jouw eerste keer ook? Ja, voilà. Nee, maar ik zie het altijd wel in vlogs en zo bij mensen altijd voorbij komen. Het ziet er altijd lekker uit. Ja. Er zijn altijd heel verschillende meningen over. De anderen vinden het heel erg lekker en de anderen denken van, nou ja, het was een tegenvaller. Ja. Dus ik ben echt benieuwd wat wij ervan gaan vinden. Was dat het? Hè? Was het nou niet... Jalla jalla galas. Was dit het? Dit was het. Oh. Waar heb jij gehaald, joh?
voor mezelf. Mosterd, augurk, rode ui, kappertjes, olijfolie en anchovies. Wat wil er allemaal in de rode ui? Zit ik eigenlijk voor jou wel kopen? Jij wil die schoenen hebben toch? De Isabella, nog wat. Ik wou die gaan halen vandaag. Ja. Maar ik ging twijfelen, want die vrouw zegt. Ik heb gezegd 36, toch? Ja. Ja, maar 36, hè? Ja, maar ze zegt ze vallen klein. Klopt. Dus ik had stress. Ik dacht, ja, moet ik nou een 37 halen? Ja. Of wat moet ik doen? Dus ik heb, ja, weet je wat, ik speel gewoon veilig. Ja. Dan heb ik dit gedaan. Heel dan. Oh, als Marie de baas komt, niet doen, zeg. Pas maar op. Nee. Dan dat. Oh, heel leuk. Ik word kapot, man. Ja, wat een paar maanden geleden hadden we het erover, toch? Ik heb echt een leuke maat. Ja. Je hebt ook één hele grote, maar ik heb deze toch. Ja. Dus. Blij mee? Ja. Er zit ook nog één janta erin, hè? Ja, weet ik, zo'n kleine. Ja. Nou ja, dat weet ik niet, man. Kan je, ja, kan. Ik had mijn cadeautje eigenlijk bij de Harbor Club al uitgepakt. Maar het was volgens mij heel erg onduidelijk. Dus ik laat het nog een keer zien. Maar ik heb de Never Full tas gekregen van Louis Vuitton. En die wou ik echt al zo lang, jongens. En Nesim heeft het al. En Nesim heeft het gewoon onthouden. Kijk dan. En ik wou precies gewoon deze. Met rood erin. Oh, en deze print. Ik ben hier echt zo blij mee. Ik heb een kaartje voor Mirjam. Rozen zijn rood. Ik hou van je lach. Deze tas was best wel duur. Dus beter draag je hem elke dag. En dan was dat er nog meer? Love you, Nessim, Lira en Dina. Jongens, ik ben echt helemaal kapot. Ik ga de vlog bij deze afsluiten. Ik hoop dat jullie het een leuke vlog vinden. En ik zie jullie bij de volgende video. Doei!